Vandaag is het tijd voor de grote verhuisvlog. Ik heb het al heel lang beloofd en zoals jullie zien ben ik verhuisd en het is allemaal helemaal goed gegaan. Maar ik heb vanaf het begin tot het einde gevlogd. Ja, jij ook hè. Tijdens het monteren kwam ik er wel achter dat mijn camera gewoon van hele slechte kwaliteit is. Mijn vlogcamera zeg maar. Ik film nu met de spiegelreflexcamera en die is natuurlijk wel gewoon helemaal prima. Maar mijn vlogcamera is gewoon niet zo goed. Dus de beelden zijn qua kwaliteit niet je van het. Dus sorry daarvoor. Maar ik hoop dat ik er toch nog wel een beetje iets leuks van heb kunnen maken. Dus we gaan beginnen. Druk alvast op het duimpje omhoog hier beneden. En als je nog geen abonnee bent, klik dan even op abonneren. Hoi! Ik ga dus mijn verhuizing helemaal vastleggen op camera. En vandaag is het eerste ding wat ik al ga filmen. Ik ga straks namelijk met mijn moeder naar de IKEA. En onderweg... Hoi Dolly! En onderweg stoppen we bij een vloerenboer. En dan gaan we eventjes kijken voor een vloer. Het is vandaag vrijdag 31 juli. Als dit online komt te staan, ben ik waarschijnlijk al verhuisd. Maar aankomende dinsdag krijg ik dus een sleutel. Dat is op 4 augustus. En dan kunnen we eigenlijk gaan beginnen. En er moet een hele hoop gebeuren. De muren moeten allemaal worden gewit. De oude vloer moet eruit. De nieuwe vloer moet erin. Er gaat gewoon een hele hoop werk in zitten. Maar gelukkig krijg ik heel veel hulp van hele lieve vrienden en vriendinnen. Die gaan me allemaal lekker helpen. En daarna moeten natuurlijk alle spullen uit dit huis nog over naar het andere huis. En bijvoorbeeld deze bank, dat wordt best wel een uitdaging denk ik. Ook de wasmachine en voor de rest heb ik gewoon heel veel troep wat moet worden mee verhuisd. Dus er is een hoop werk aan de winkel, maar ik heb een maandje de tijd en 1 september ga ik dan over naar mijn nieuwe huis. Met pijn in mijn hart, want dit is toch echt wel mijn trots. Het was een heel leuk huisje, maar ja, het is gewoon goedkoper. En dat betekent dat ik gewoon video's voor jullie kan blijven maken en in de toekomst niet meer fulltime hoef te werken. Dus hoe cool is dat? Dat is een positief ding. Dus ik ga nu naar mijn moeder, daarna gaan we naar de IKEA en ik ga jullie natuurlijk mee op pad nemen. Zo, ik loop nu in de IKEA en nou, ze hebben een heleboel leuke dingen. Ik ga een beetje op zoek naar lampjes, kijken of ze hier een mooie vloer hebben. Misschien voor een bureautje. En we zijn nu bij de eettafels aangekomen. Daar heb ik niet zoveel aan, want ik ga geen eettafel gebruiken. Dus dat slaan we straks gewoon mooi over. Het is tijd voor een gebakje en een drankje. En mijn moeder voelt zich dope, zei ze net. Wat moet ik daaronder verstaan? Lekker relaxed hoor. Ze zei al tegen mij, het voelt net alsof ik een pilletje op heb. Ik weet niet wat mijn moeder aan het doen is. Maar we gaan dus even lekker wat eten. En dan gaan we verder met het zoeken van spulletjes. We hebben geschikte lampjes gevonden voor boven de bar. Maar mijn moeder gebruikt ze voor iets heel anders. Maar die zijn toch hartstikke leuk? Ik denk dat ze hartstikke leuk zijn voor boven de bar. Dus die gaan we meenemen. Ze zijn volgens mij maar 10 per stuk. Dus ja, dat is mooi meegenomen. We staan nu bij de kassa. En kijk, mijn moeder is alles al mooi aan het uitladen. Boxen, lampen, gewoon de bar, schuursponsjes, een spiegel, lampies, een kastje voor mijn make-up. Mijn verhuizing begon dus bij de IKEA en het was gewoon een beetje oriënteren naar de grotere spullen die ik later zou nodig hebben. En alvast wat spulletjes kopen die ik alvast kon kopen. Dat was heel gezellig, maar het belangrijkste van een nieuw huis zijn natuurlijk de sleutels. En die ging ik deze dag ophalen. Ik ben echt helemaal doorweekt, moet je kijken. Het regent zo hard buiten. Maar goed, ik heb zojuist mijn huurcontract getekend. En ik ben dus nu in mijn aankomende huis. Dus welkom in mijn huis. Dit is mijn huiskamer. Hier komt de bank. Daar komt de televisie. En dan heb je hier een gele muur, die wordt wit. En hier heb je dus de keuken. En die lampjes gaan eraf. Dat worden hele leuke zilveren lampjes. En dat barretje met die vloer. Ja, het wordt er allemaal uitgehaald. Die vloer dat wordt wit. De muren worden wit. Alles wordt wit. En dan heb je daar de slaapkamer. Het leuke is, je hebt gewoon lekker spiegels. Ramen. Dus je kan alles lekker zien. En dan heb je daar ook nog eens een heel groot balkon. En dan heb ik ook nog de badkamer. Die ziet er gewoon heel erg goed uit. En het leuke aan deze badkamer is, hij heeft een verhoogde toiletpot. Daar komt de wasmachine. En dan heb je hier mijn slaapkamer. Dit is allemaal behang. Dat moet er allemaal nog echt uit. Maar dat komt nog wel goed. En dan wordt het gewit en bladibladibla. Ik ga nu even wat schoonmaakspulletjes kopen. En dan ga ik hier alvast even een en ander proberen te poetsen. En dan ga ik vanavond even mijn moeder wat spulletjes brengen. Dus jullie zien het vanzelf wel. Nou, diezelfde avond zijn we nog teruggegaan om de eerste dingetjes al te kunnen doen. We hebben een beetje schoongemaakt. Mijn broer en mijn moeder hadden alvast het bank van de muur gehaald. Zodat we dat weekend gewoon vol konden beginnen met het schilderen. Nou, we zijn er weer. Ondertussen hebben we al het een en ander gedaan. Deze muur, die was eerst een beetje crème gelig. En die is helemaal wit gemaakt, dankzij mijn mama. En ik ga ondertussen met een vriendin van ons de slaapkamer schilderen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Want ik heb nog nooit echt een muur geschilderd, geloof ik. Heb ik ooit een muur geschilderd, mam? Ik weet het niet. Volgens mij niet.
Nee, hè? Nee. Dus dit wordt mijn eerste keer, mijn debuut als spannend. Gamer. Spannend. Nou, we zijn al een eind verder. Mijn moeder is al echt bijna klaar met dit gedeelte van de woonkamer. Dat duurt heel erg lang, omdat ze allemaal hoekjes heeft en zo. De slaapkamer, die is echt onderhand helemaal wit. Net als mijn haar, is ook helemaal wit. Maar de slaapkamer, kijk. Echt dik opgeknapt al. Dus ik moet nog een tweede keer overheen, maar dat komt allemaal goed. Ik ben nu eventjes bezig met het halletje hier te schilderen. En dan gaan we straks naar huis en dan gaan we morgen weer verder. We hebben wel een heleboel gedaan vandaag. En ja, uiteindelijk is het ook wel een keertje genoeg geweest. En toen ging het eigenlijk heel erg snel. De muren waren in één weekend helemaal gewit. We hadden zo ontzettend veel gedaan en hard gewerkt. Maar waren natuurlijk nog lang niet klaar. Het barretje moest worden opgeknapt en er moest nog een nieuwe vloer in. Maar voordat de nieuwe vloer erin kon, moest de oude er natuurlijk eerst uit. Oké, we zijn weer bij de volgende dag en mijn opa en mijn broer hebben heel hard gewerkt aan de vloer. Ik ben echt net aangekomen en ik ben een beetje lui geweest. Ik heb ze helemaal niet geholpen. Opa is nu bezig met het halletje en voor de rest is alles er al uit. Kijk maar, helemaal leeg. Muren wit, vloer eruit, nu nog de nieuwe vloer erin en dan begint het echt ergens op te lijken. Opa, gaat alles goed? Ja. Uitstekend. Beetje warm, echt zweten. Ja, heel warm is het. Oh, ik ga even zo hoor. Zo, ik had net ook op de fiets. Het is echt oprecht heel erg warm. Hier hebben ze alles naar beneden gegooid. Dat is dus de hele vloer. Ja, gaat op rolletjes eigenlijk. Letterlijk. Hoppatee. Woensdag 12 augustus en we hebben net de ondervloer hier binnengebracht. En we gaan straks dus het laminaat ophalen. Vrijdag en zaterdag wordt het gelegd. En ik denk dat het hier dan echt heel mooi gaat worden. We gaan straks met mijn opa daarheen, want die heeft een hele grote auto. We zijn nu even de bar ook aan het opmeten. Mijn opa is hier eventjes. Dus we gaan niet alleen laminaat halen, maar ook eventjes een plaat om de bar mee te bedekken. Want dit ziet er niet uit. Ja, dat gaan we dus zo ook halen. Zodat het gewoon een mooie bar wordt. Mijn oma is hier ook. Maar dit wordt de vloer. Opa, wat vindt u ervan? Nou, het is niet direct mijn eigen smaak. Maar zacht gezegd. Jij bent 25 en ik ben bijna 75. Hij heeft liever oude lul op hangen. We zijn aangekomen bij de gamma en bij de gamma gaan we dus dat plaatje halen wat voor de bar komt. Ik ben benieuwd. Ik heb nog nooit iets op maat laten zagen en ik heb geen idee hoe het eruit komt te zien. Dus ik ga naar de gamma. Thank you.
Het laminaat hebben we toen naar huis gebracht en een paar dagen later zou het gelegd worden. En een vriend van mij heeft ons daarmee geholpen. En dat laminaat maakte echt een wereld van verschil. Niet normaal. We hadden natuurlijk ook nog dat plaatje gezaagd bij de gamma voor de bar. En dat kan pas geplaatst worden nadat het laminaat is gelegd. Dus dat hebben we er ook voor gedaan. En toen zag het er allemaal al zo mooi uit en ik kreeg eigenlijk steeds meer zin om te gaan verhuizen. En als je kijkt naar het verschil met binnenkomst, dus toen ik de sleutel ging halen tot dit punt, dat is echt insane gewoon. En als de vloer erin zit en alles is geverfd, kun je eigenlijk al je spullen gaan overbrengen. Dus het was tijd om in te pakken. Het is inmiddels zondag 16 augustus en die verhuizing is best wel killing. Ik ben nu al een beetje bezig met inpakken, want aankomende vrijdag gaat alles over de grote spullen, de kleine spullen. En die vrijdag op zaterdag is dan ook dus mijn eerste nacht daar. Ik zie er best wel tegenop. Er is nu al een hele hoop gebeurd en dat nu alle spullen over moeten, dat ik alles moet inpakken. Dat alles zo'n rommel is in mijn huis, dat ik daar dan alles moet gaan uitpakken en opruimen, dat vind ik gewoon een beetje een kut idee ofzo. Ik ga even laten zien wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb mijn kleren een beetje uitgezocht. Ik ga zo'n 1/3 van mijn kleding wegdoen. Dus, dit heb ik al gedaan. En ik denk serieus dat het uitzoeken van mijn kleding al heel wat werk scheelt. Nou, op dit punt was ik eigenlijk een beetje gestrest. Ik was ontzettend moe al van alles. Maar je moet wel door. En nu is het eigenlijk gewoon een kwestie van inpakken en gaan. Maar helaas liep dat niet helemaal lekker. Jongens, het is vandaag 20 augustus. Het is donderdag. En morgen is de grote dag. Dat alle grote spullen overgaan. De bank, de wasmachine, mijn bed. Dus ik ga mijn eerste nacht, morgenavond, in mijn nieuwe huis spenderen. Het komt allemaal heel slecht uit. Want ik ben gisteravond dus echt ziek geworden. Ik voel me dus helemaal niet lekker. Mijn broer komt straks met een vriend van hem wat dingen uit elkaar halen hier in huis. En alvast misschien wel dingen verhuizen. Dus ja, ik moet wel wat dingen gaan doen en voortmaken. Want niks in mijn woonkamer is nog ingepakt. En ik had het gisteren ook veel te druk. Ik ga nu maar gewoon wat doen. We zijn dus nu alvast wat dingen aan het overbrengen. En René helpt gezellig mee. Ja. En bijna alles wat in mijn slaapkamer lag, staat nu al beneden. Nou, moet je zien wat hier nou allemaal staat. Wat voor troep je dan eigenlijk allemaal hebt. Maar ja, de eerste spulletjes worden dus nu verhuisd. Echt gezellig. De eerste spulletjes zijn op deze dag verhuisd en uiteindelijk heb ik heel veel hulp gehad van mijn moeder met het inpakken. En zodat ik klaar was voor de volgende dag, want dat was natuurlijk de dag van de grote verhuizing. En op die dag was het verhuizen zelf best wel chaotisch. Er moest een hele grote bus in de stad gaan staan bij mijn oude huis om alle spullen in te pakken en in te laden. En aangezien iedereen in de weer was en ik natuurlijk ook moest tillen, kon ik daar niet gaan staan filmen en lekker staan toekijken. Dus dat deel heb ik gewoon gemist met de camera. Maar ik heb wel het moment kunnen vastleggen dat alle spullen er net in stonden. Plus mijn eerste nacht en natuurlijk het eindresultaat. Ik ben dus helemaal vergeten te vloggen vandaag, terwijl alles over is. Al mijn spullen liggen nu hier. Maar mijn bed is zelfs in elkaar gezet, zodat ik vanavond hier lekker toch nog kan slapen. Mijn kast staat hier. Die wordt morgen gemonteerd. Maar ik ga nu even naar de woonkamer en dan schrik je echt van de troep die een mens heeft. Of hoeveel spullen. En dit is van één persoon. Moet je kijken. Hoe kan dit? Iedereen verbaast zich er ook over. Iedereen die hier binnenkomt zegt, wow, hoe kom je aan zoveel spullen? Ik heb geen idee. Ik vraag me ook af of dit daadwerkelijk ook zoveel is. Het is denk ik wel veel, ja, maar... ja. Morgen dus verder met uitpakken. Ik ga nu gewoon even lekker uitrusten. Even mijn dingetje doen. En even relaxen, even niks. Ik zie jullie morgen en laat ik weten hoe mijn eerste nachtje was in mijn nieuwe huis. Nou jongens, ik ben zojuist wakker geworden in mijn nieuwe huisje. En ik heb best wel een goede nacht gehad. Een beetje te kort. Ik heb de deur opengezet, want daar is mijn balkon. En dat geeft echt een superleuke sfeer, alsof het een soort van vakantie is of zo. Mijn moeder komt zo, die komt even de kast in elkaar zetten, want die staat nu helemaal uit elkaar. En dan kan ik tenminste mijn kleding opbergen. En dan kan het uitpakken beginnen.
kast staat in elkaar. De kast heeft een naam, hij heet Aspelund. En hij is nu al 5 keer uit elkaar en in elkaar gezet. Oh, ik heb nu wel echt zin om het uit te gaan pakken allemaal en het allemaal lekker een plekje te gaan geven. Dit is al mijn kleding. Ik ben dat nu aan het uitzoeken. Ik heb de hangertjes opgehangen aan mijn nieuwe kledingrek. En ik ben gewoon een beetje aan het uitzoeken hoe ik alles ga indelen, want het is gewoon best wel lastig altijd. Uiteindelijk heb ik er zo'n 4 dagen over gedaan om al mijn spullen een plekje te kunnen geven. Het was echt superveel werk. Toen werden nog wat plankjes opgehangen, de lampjes werden gemonteerd, ook van mijn make-up tafel. Maar ja, tot die tijd zat Dolly bij mijn moeder, dus ik miste haar wel heel erg. Ik had haar al een week niet gezien. En toen was het dan eindelijk tijd om haar de nieuwe plekje te laten zien. Ik ben al zo ver, jongens. Ja, ik heb gisteren echt het allerlaatste uitgepakt hier. En er staan geen tassen meer, geen verhuisdozen met spullen. Alles is in principe uitgeruimd en morgen worden nog de laatste dingetjes gedaan. Mijn moeder is op dit moment onderweg met wat spullen en Dolly. En dan is Dolly hier eindelijk ook thuis. Want ik heb er een week moeten missen en ik mis haar echt super, super erg. Ik ben heel erg benieuwd hoe ze het hier gaat vinden. De hokje staat er al, de mandje staat er al, zelfs de voerbakje met drinken. En ik hoor nu wat op de gang, dus zou dat Dolly zijn? Ja. Oh ja! Dolly! Hey liefje! Oh, oh, oh meisje tol! Ja, dit is je huisje! Dit is je nieuwe huisje! Leuk hè Dolly? Leuk hè? Nou, en Dolly was eigenlijk gewoon heel erg snel gewend. Dit is natuurlijk veel beter dan de stad. We wonen nu in een wijk, echt heel vlakbij een hondenuitremveldje. En dan mag ze gewoon lekker los. Dus elke dag gaat ze los. Ze heeft wel echt al 2 teekjes hier. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dat is wel echt een beetje zielig. Dus we zijn meteen al naar de dierenarts geweest. Je kan wel lekker rennen, hè, liefje? En ik heb het ook hartstikke naar mijn zin. Ik ben eigenlijk meteen gewend geraakt. En nu ik hier woon, mis ik mijn oude huis eigenlijk niet eens. Het is gewoon eigenlijk zo snel gewend geraakt. Ik vind het hier zo sfeervol en de buurt is gewoon hartstikke leuk. Het is veel vrijer, veel rustiger dan de stad. Dus ik heb het hier hartstikke naar mijn zin en dit is dan ook het eindresultaat. En dit zal de plek zijn waar ik voortaan ga filmen en opnemen. Ik zal trouwens binnenkort wel een uitgebreide home tour doen. Want dan kunnen jullie zien hoe alles echt geworden is. Dus een home tour die komt binnenkort. Geef mijn video een duimpje omhoog en abonneer natuurlijk eventjes op mijn kanaal. En dan zie ik jullie aankomende vrijdag weer met een nieuwe leuk of meuk. Hè, Dolly? Hopelijk vinden jullie mijn huisje ook hartstikke leuk. En ik wil jullie natuurlijk bedanken voor het kijken. Doei doei!